Hallo kijkers van 2GamerNL, mijn naam is Koen en welkom bij de allereerste video voor het eerst sinds 3 maanden. Oh my god, dit is zo lang geleden. Ik heb hier heel veel zin in, laten we maar gewoon gelijk beginnen. Vandaag speel ik met jullie een spelletje Hearthstone. Een collectible card game, ik heb het er hartstikke warm van, ik doe even een vest uit. Het is echt belachelijk warm, ik had het niet opgerekend dat het zo warm zou zijn vandaag. In ieder geval, welkom bij Hearthstone. We gaan gewoon even lekker een potje spelen. Let's go. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst wel even uitleggen wat Hearthstone is. Hearthstone is een collectible card game. Ik zal het gewoon al even laten zien, wat kan mij het schelen. Hearthstone is een collectible card game waarbij jij kaarten moet verzamelen. Hey, logisch, een collectible card game. En met deze kaarten kun jij uiteindelijk je deck maken. En met deze decks moet jij tegen mensen van over de hele wereld gaan spelen in super epische potjes. De kaarten kun je trouwens kopen in de shop. Die kosten of goud of echt geld. Dus je kunt goud gebruiken als in-game currency. Spend gold to buy packs or enter the arena. Of je kan echt geld gebruiken om in de arena te komen. Gaan we misschien nog wel een keer doen de arena. Maar dat komt allemaal later wel. Wij gaan eerst gewoon even lekker een potje spelen. En nu ik toch de paladin heb uitgekozen. Ik krijg hem als eerste op mijn veld. Gaan we die ook gewoon even gebruiken? Waarom ook niet, weet je wel. We doen gewoon even lekker YOLO vandaag. Want ik heb er gewoon heel veel zin in. Deze video die zou waarschijnlijk ongeknipt zijn. Dus ik moet waarschijnlijk de hele video door blijven lullen. Maar dat lukt me wel. Dat lukt vast wel. Oké, okay, onze eerste tegenstander. Voor de allereerste keer sinds 4 maanden. Nee! Ah, nee. Juist, ja. Ahem. Oké, om te beginnen, Malfurion is een druid. En druids zijn best wel sterk tegenover paladin decks. Althans, ik spreek uit volledige ervaring, eigenlijk. Dus ik weet niet of dat het zo is, maar dat maakt niet uit. We gaan vandaag met die Elven Archer beginnen. Die kan gelijk 1 damage doen op mijn tegenstander. Dus dat gaan we gelijk heel even doen. En dan is het mijn tegenstanders beurt. Nou, dit spel werkt met mana-kristallen. Die heb ik hier. De mana-kristallen worden elke keer als er een nieuwe beurt begint, dan worden ze bijgevuld en dan krijg je er 1 extra bij. En met deze mana-kristallen kun je kaarten neergooien. Bijvoorbeeld, Buccaneer of Evil is, kost mij 2 mana. Dus dan kan ik hem nu gaan neerzetten. Dus dat ga ik ook wel even doen. En die heeft een Battle Cry. Dat betekent dat er iets gebeurt als hij op het veld neer wordt gezet. En hij geeft mij Cthulhu dus nu... geeft hij nu dus 2 extra attack. Die heeft er normaal gesproken 6. Maar die heeft er nu dus 2 bij. Dus dan heeft hij 8. En Cthulhu die speelt een best wel behoorlijk belangrijke rol in Hearthstone. Ik denk dat zo goed als elke Hearthstone speler inmiddels Cthulhu wel in zijn deck heeft zitten. Ik kan niet zoveel. Ik kan wel aanvallen. Ik wil sowieso wel eventjes van die Grizzly afkomen. Dus ik ga even al mijn minions opofferen. Om dat ding weg te halen. En ik ga wel eens mijn Hero Power gebruiken. Je Hero Power die kun je elke beurt opnieuw en opnieuw gebruiken. Die kan niet opraken. Die draai je om. En dan wordt die gebruikt. En dat is in dit geval dus Rainforce. En die roept dus een Silverhand Recruit op. Met 1 aanvalspuntje en 1 verdediging. Het is best wel slecht eigenlijk, maar dat maakt niet uit. En ze kosten maar 1 mana. Eigenlijk kosten ze 2 mana, gezien ik 2 mana betaal voor 1 zo'n Hero Power. Oh, dus dit is zo'n speler waarschijnlijk. Het eerste wat hij doet is al mijn minions van het veld wegvagen. En dan pas gaat hij face. Face is zeg maar mijn hero aanvallen. Ik gebruik mijn Inventor. En daarmee krijg ik dus... Sentient Shieldmaster. Dus echt een van de meest basic kaarten die je kunt hebben. Maar het is best wel goed. Ik denk dat dit ook echt een minion is die bijna iedereen gebruikt. Oké. Okay. Eens kijken wat hij... Oh, hij gaat nu even face. Oké. Okay. Ja, dat is prima. Oh, ik heb ook gewoon gelijk een van de sterkste kaarten in mijn hele spel. Oké. Okay. Ik ga gelijk mijn Shieldmaster neerzetten. En Blessing of Might. Ja, die kan ik nu wel gebruiken. Maar heb ik niet zoveel aan. Die geeft een van mijn minions 3 extra attack. Maar die kan ik beter bewaren voor later. Einde beurt. Oké. Okay. Het probleem is nu wel dat hij heeft een bijna volle hand aan 8 kaarten. Ik heb er maar 5. Dus dat is best wel een probleem.
eigenlijk. En... Ah! Nee! Serieus? Hij probeert tijd te rekken, jongens. Ik denk dat ik al weet wat hij van plan is. Meestal als mensen dit soort dingen gaan doen, dan... Oh my god. Ja, dit gaat waarschijnlijk hartstikke mis, Martijn. Ik ga deze gebruiken. Dat is 5, 7. Oké, ik wil gewoon van zijn arm af. Dus ik moet wel even dit doen. Zo. 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 En dan ga ik wel even mijn reinforce oproepen. Het is niet echt de meest handige set die je kan doen, zeg maar. Want ik kan die kaart beter bewaren voor later. Maar het is alsnog best wel handig om wel eventjes zijn armor weg te halen. Want met zijn armor kan hij steeds meer verdediging oproepen. Oh, een Starfire! Kijk eens. Nu wordt het interessant. Het wordt nu echt heel erg interessant. Oké. Ja, hier heb ik iets van. Guardian of Kings. Grotesque Dragonhawk gaan we eens even oproepen. Die is handig. Die heeft Wind Fury. En dat betekent dat hij 2 keer in 1 beurt kan aanvallen. Een beetje net als een van die vele Yu-Gi-Oh! Kaarten. Sommige Yu-Gi-Oh! Monsters die kunnen namelijk ook 2 keer per beurt aanvallen. Alleen in dit spel zijn ze wat minder zeldzaam als in Yu-Gi-Oh! Ik weet niet eens of dat mensen Yu-Gi-Oh! Nog kennen vandaag de dag. Want ik ken in ieder geval geen mensen die Yu-Gi-Oh! Spelen. Ken jij iemand die Yu-Gi-Oh! Speelt? Alsjeblieft, ik wil het weten. Ik ben oprecht heel erg benieuwd. Ken jij iemand die Yu-Gi-Oh! Speelt? Laat het maar weten in de comments beneden. Ik heb er echt helemaal geen ene ruk aan, maar... Ik ben toch wel best wel pittig benieuwd, stiekem. Ik ga even mijn Doomcaller oproepen. Heb ik ook eigenlijk vrij weinig aan, want... mijn Cthulhu die heb ik momenteel niet in mijn hand zitten. Maar als ik hem in mijn hand zou hebben, dan zou ik hem wel gebruikt hebben. Oké. Nou, ik sta momenteel best wel keihard op binnen. Dus, nou ja, hij heeft meer kaarten in zijn hand, dus dan kan hij veel meer. Maar alsnog, ik heb, minions op het veld staan. Oh! Wat is dit? You choose one card to have both effects combined. Oeh, dat is een vervelende kaart. En hij heeft mijn minion zojuist gesilenced. Daar heb je letterlijk niks aan. Oh my god, dat is zo dom. Hij silenced gewoon serieus mijn minion. Oké, ja, prima. Ik geef mijn minion in ieder geval wat meer attack en health. Ik ga mezelf even equippen met een True Silver Champion. Dat is een wapen. Dat betekent dus dat mijn hero nu ook kan aanvallen. En ik gebruik heel eventjes de rest van de mana die ik heb op minions. Hoppakee. En we gaan nu eventjes heel erg leuk aanvallen. Ik wil hem gewoon heel even omdoen van al zijn minions. Dat is even het belangrijkste dat er is momenteel. Op zich heb ik aan die True Silver Champion niet zo heel erg veel momenteel. Aangezien die mij 2 health teruggeeft als ik aanval. Alleen... ik heb al mijn health nog. Oh, hij gaat me swipen. Oké. Okay. Interessante beslissing. Ik weet niet of dat je er veel aan hebt gehad, maar prima. Hij gaat het zo spelen dus. Oké. Okay. Interessante keuze. Ja. Ik ga het gewoon heel even zo doen. Hij is vergeten dat ik ook gewoon met mijn hero kan aanvallen. Hij had ze even verwacht dat ik met mijn Doomcaller zou aanvallen. Nou, mooi niet dus, mijn jongen. Ik heb het even mooi verkeerd gedacht. Ik heb ook wel eventjes 7 van mijn sterkste minions op het veld gezet. De Faceless Behemoth ofzo. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Een gezichtloos bot ofzo. Dat is tot nu toe mijn sterkste kaart in het hele spel. Maar hij is op zich... Hij is duur, maar je hebt dan ook echt een hele sterke kaart aan je zijde. En waarschijnlijk kan hij niks meer doen om dit spel nog te winnen. Hij gebruikt de Feral Rage. Ja! 8 armor. Waarom probeer je het ook nog? Oké, ik ga gewoon nog wel iets... al mijn mana wat ik nog over heb opofferen. Ik ga wel eventjes face. En we hebben hem! We hebben hem, jongens. Nou!
Ik denk dat we op deze manier wel goed zijn begonnen met 2GamingNL voor het eerst sinds 4 maanden. Hey, ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Als je van hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. Als je nog meer van 2GamingNL wilt zien, klik dan eventjes ergens hier in beeld of zo. En dan kom je zo terecht bij een van de andere vele video's die 2GamingNL aan jou te bieden heeft. Graag tot de volgende video. Later, mensen.